Het leven is kort. Iemand van 20 jaar wordt in 2 keer 10 jaar 40. In nog eens 2 keer 10 jaar wordt hij 60. En we bekijken de beelden in onze hersenen. We luisteren naar de geluiden in onze hersenen. Het beeld komt naar ons toe als een golf. Onze hersenen zien die golf als beeld. Geluid komt ook als een golf. Onze hersenen interpreteren het als geluid. We leven in zo'n wereld en als we het beter besturen, ontdekken we adembenemende details. In de bouw van atomen, elektronen, levende cellen en chromosomen zien we fijnheden die nauw berekende technische wonderen zijn. Dat is er overal. Overal zien we de gulden snede en mathematische orde. We zien dat alles op berekeningen steunt. We zien dat het leven kort is. Ik neem toevlucht bij Allah van de vervloekte duivel. Hij, Allah, zei, hoeveel jaren verbleven jullie op de aarde? Zij zeiden, wij verbleven daar één dag of een gedeelte van de dag. Vraag het aan de rekenaars. Hij, Allah, zei, jullie verbleven er maar kort, als jullie het weten.